Goedemorgen jongens, wat is dat van allemaal? Het is 29ste. 29 december, hoe laat is het? Het is kwart over 10. Kwart over tien? Ja. Zo vroeg? Ja, 10 voor half 11, inderdaad, 10 voor half 11. Oh, het is best wel vroeg nog. 29 december 2020, misschien is het een van de laatste filmpjes van dit jaar die jullie van mij gaan zien. We verbergen ook geen kenteken van de motor. De kenteken verbergen we niet. Waarom niet? Als de eigenaar deze motor ooit gaat verkopen, koop gerust deze motor. Deze jongen gaat deze motor niet verkopen. Deze motor is niet te koop. Maar als hij ooit gaat verkopen, is dit een Aprilia SRV waar ik durf te zeggen, koop hem gerust. Waarom? Dat ding is voor mij geweest, een aantal jaar geleden. Dus dit ding is altijd bij mij in de onderhoud geweest. Ik kan deze motor als geen ander. Dus ik ken deze motor altijd, ken ik hem. Voor elk onderhoudbeurt, waar dan ook, is die altijd bij mij terug geweest. Dit is ook eigenlijk de enigste in Nederland met dubbele blaaspijp. Hij heeft links en rechts heeft hij een uitlaat. Draai maar die kant op, mama. Kijk, ze kennen ze de dubbele uitlaat zien. Hoef niet de hele camera mee te nemen. Vanaf dat keer draaien. Oh. Ja. Zeg maar, dit is de enige Aprilia SRV 850 met dubbele uitlaat. Een aantal maanden geleden heeft hij een grote beurt gehad. En van de week is hij teruggekomen. Hij zegt, Isa, mijn motor maakt lawaai. Hij stuurt me eens een berichtje. Hij zegt, mijn motor, je moet aan die knop draaien. Dan gaat hij wat makkelijker, zie je het? Ja, weet ik. Ja. Hij zei, mijn motor maakt lawaai. Toen hij tegen mij zei, mijn motor maakt lawaai. Als eerst wat ik dacht, jouw oren maken lawaai. Want deze motor ken ik door en door. Deze motor kan geen lawaai maken. Want ik gebruik de duurste olie, de beste bougies. Ik ken deze motor, tuurlijk. Alles kan kapot gaan. Van alles kan kapot gaan. Maar gewoon, ik wist zeker dat er niks aan de hand was. Ik liet hem komen. Ik heb een stukje gereden met die motor. Inderdaad, die motor maakt lawaai. Maar die lawaai die hij maakt, is van de ketting en tandwiel. Die motor had nou volgens mij 22.000 of 23.000 kilometer gelopen. Als ik praat, allemaal, film mij. De motor heeft 22.000 of 23.000 kilometer gelopen. Tussen 20 en 25 heeft hij gelopen. Mag wel nou een keertje nieuwe ketting en tandwielen. Mag wel een keertje, zeg maar, na 25.000 kilometer. Wat gaan we doen? We gaan je ketting en tandwielen, we hebben originele ketting en tandwielen besteld. Kost ontiegelijk duur. Veel werk, je hebt gezien. Het hele achterwieltje moet eruit, achterwiel moet er sowieso vanaf. Wat ben je aan het draaien daar? Hier draai je mee, los, kijk. Je weet het. Ja? Ja, kijk, rustig hard. Ja. Niet hard, want vandaag hebben we een camera op het statief gezet. Gaan we kijken hoe we dat iets anders filmen. We hebben de achterwiel eruit gehaald. Achterwiel moet er sowieso vanaf, want daar stok je achtertandwiel aan vast. Maar dat is niet het probleem. Het grootste probleem van de motor is het voortandwiel vangen. Ik ga je laten zien. Ja. Wie is het voor de deur? Het mag voor de deur. Dat moet kunnen. Kijk, nou zetten we het statief hier neer. Niet volop, mama. Ja, ik ga even inzoomen. Kijk, hier doorheen loopt een grote as. Kijk, dit is de as van de achterwiel. Dit is de as van de achterbrug. Dus eigenlijk moet een stukje die achterbrug los. Dus de achterrug moet los. Als je met hem meekijkt, dus we hebben hem ook achter op de bok gezet, dat hij vast zit, dat het achterwiel omhoog gaat. Waarom? Want hij heeft geen middenstandaard. Omdat er een snelle uitlaat onder zit, van voor en achter, heeft hij geen middenstandaard. Kijk, deze bok doet nu voorlopig niks. Is de veiligheid, als er wat gebeurt, dat hij hier op terecht komt. En deze middenbok, die houdt hem vast. Dus wat gaan we doen? Wat we nou moeten doen, de tandwiel zit hier achter. Dus we moeten dit helemaal compleet losmaken. Ik pak even een zaklantaarn erbij.
Even een remmetje. Zie je alles aan me? Wat we doen? We doen alles. Zie je mij? Wat kan doen met Ingrid? Nee. Hè? Nee, zie je. Dan moet je deze kant op draaien. Anders heb je geen nut. Je bent kraken daar. Ja. Kijk, hierachter is een rubberen hoes. En die zit met een klem vast, die maak ik nou los. Hij kan misschien gaan lekken, die motor in één keer. Ik heb al de olie eruit lopen, mijn resterende olie, wat er nog onderin zit, in de reservoir, kan loskomen. Kijk, zet die camera daar neer. Ja. Kan uitzoomen, moet ik uitzoomen? Hoeft niet, nee, hoef niet. Je kunt toch alles duidelijk zien, toch? Alleen je gezicht kan niet goed zien. En dan mag je misschien iets met die camera in en uit doen. Ja. Kijk, wat gaan we nou doen? Zet dit de oude ketting. Hebben we niet meer nodig. Ik heb niks te doen. Is het allemaal goed te zien, allemaal wat gebeurt? Een beetje. Ik had het een beetje hier. Op de brand is. Ik wil het goed doen. Appa, zo. Blijf maar die kant filmen. Kijk. Nou halen we deze ketting in tandwiel. Ketting halen we er vanaf. Je mag vanaf die hoek pakken. Hè. Kan je misschien een keer beter filmen wat ik hier ga doen. Zo. Kijk, we hebben de hele. Zie je het goed, oma? Ik heb het uit. Oma. Zie je dit? Ach, ik heb de muziek al goed. Ha? De muziek al goed. Maar, nee, dit in mijn handen. Ja. Kijk, hier gaat de olie in, hier achter die tandwiel. Dus dan kun je maar zien hoeveel er los moet om de voortandwiel. Gaan we jullie even een ander uitleggen. Zo, dan doen we dit. Dan maak ik het even schoon. Kom maar mee. Ja, wat is het? Pak die camera. Ja. Kan je het goed zien? Ik had het hier. Ja. Ja, hier. Ja, nu kan ik het zien. Goed zien dat allemaal? Ja. Kijk, hierachter zit de ring. Als jullie die ring niet kwijt raken. Wat we gaan doen zo. We gaan dit helemaal vetvrij maken. Je bent dit aan het filmen, maar toch? Ja, ik ben hier ook nog een beetje aan. Dit is allemaal goed te zien, dat, op die camera. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Dus we gaan dit helemaal schoonmaken. Helemaal mooi, keurig, netjes schoonmaken. Daarna gaan we deze tandwiel gaan we er vanaf halen. Monteren we een nieuwe tandwiel erop. En dan gaan we rustig afbouwen. Dus dan mag je de camera naar mij richten. Dus wat we gaan doen is, voor het verder gaan, gaan we alles even ordenen.
alles schoonmaken, alles opruimen, alles stofzuigen. Laten we de volgende stap keurig gaan doen. Dus ik werk in etappes, zeg maar. Dus ik hou ervan constant alles onder controle en schoon. Hier lekt hij een beetje. Dus de voortand en de achtertand die waren helemaal versleten. Gaan we netjes maken. Dus mij in de gaten blijven houden. Dus niet om je heen kijken. Wat mensen buiten doen, interesseert me helemaal niks. Niet mijn probleem met mensen buiten doen. Wat we gaan doen? Oma. Ja. Die kardan. Ja. Zetten we daar op tafel. Die ga ik zelf schoonmaken. Ketting mag in de prullenbak. Ja. Alles stofzuigen hier. Alles schoonmaken. Alles netjes maken. Alles mooi maken. Of niet? Ja. Dan gaan we de volgende etappe doen. Misschien maken we een deel 2 van. Misschien wel, misschien niet. Dus jongens, voorlopig is dit hem. Ajus.